U ziet, er zijn twee rollen die telkens van dezelfde lengte worden afgesneden. Die maat is voorop afgesteld op een bepaalde maat van het aantal toetsen waarvan wij de boeken maken later. U ziet, het wordt blad voor blad afgesneden. De man die dat doet, die kent ongeveer de hoogte. Dus het aantal dat we moeten bereiken, dat telkens als hij een hoeveelheid heeft afgesneden, dan neemt hij die bladen, zoals u daar juist zag, met een hoopje bij elkaar, om ze uit de geplooide vorm te krijgen. Dus om ze een beetje recht te krijgen. Wat u nu ziet, is het plooien van elk afgesneden blad karton. Wordt dus in de lengte geplooid, want de breedte van de rol karton is altijd dezelfde. Het plooien gebeurt in twee bewegingen. Hij drukt eerst het blad rond met de hand, gaat daar dan over met een houtje en dan gaat het dwars door de rollen heen. Dus van het machine dat u daar ziet, zijn twee metalen rollen. Volgende beweging is het evenwijdig snijden van de reeds geplooide bladen karton. Zoals u ziet, valt daar telkens tussen de 3 en de 4 mm langs zij af te snijden. Op deze manier wordt de boek, die langs de ene kant reeds gelijk geslepen is, wordt dus afgesneden. Als nu heel het boek door de machine door is, dan draaien we dat nog een keer om. En dan wordt hetzelfde herhaald langs de andere kant, om de juiste breedte van de karton af te snijden. De karton is nu klaar om nadien naar de kapmachine te vertrekken, om daar dan volledig uitgekapt te worden voor het nodige muziek dat er zal nadien moeten op voorkomen. U ziet dat wij verschillende maten in voorraad moeten hebben. Aangezien er van 18 tot 121 toetsen verschillende maten kunnen voorkomen, moeten we altijd voorbereid zijn op de vraag van de klanten en steeds een gedeelte in voorraad hebben. Verzameling van verschillende gamma's. Dus allemaal van verschillende grootte, van klein naar groot gerangschikt. Die behoren dus allemaal toe aan onze klanten. Want het is natuurlijk niet zo dat elke klant eenzelfde orgel heeft of dat elk orgel eenzelfde gamma heeft. Zoals u ziet hebben wij dus een hele verzameling van verschillende gamma's. Wij bezitten er ongeveer zo'n 300-tal. Reeds het verschil tussen verschillende gamma's, waarvan het kleine dat u hier ziet een 30 toets is, keyless noemen wij dat, en het grootste dat u hier ziet is een 121 gamma van een groot dansorgel van de Gebroeders De Cap hier bij ons uit Antwerpen. Dit zijn momenteel zo nog wat de grootste gamma's die er nog bestaan. Natuurlijk, ik heb u gezegd dat er verschillende gamma's waren en hoe kleiner een orgel, hoe kleiner het gamma, hoe minder mogelijkheden. Hoe groter het orgel,
Hoe groter het gamma, hoe meer mogelijkheden. Daar zit het hem juist in, maar het wil niet altijd zeggen als u een klein gamma heeft, dat u maar enkele pijpen in uw orgel heeft. Het kan evengoed zijn dat er in een klein gamma meer orgelpijpen in zitten dan in een groot gamma. Dus de noteertrommel, dat is een zelfgemaakt apparaat, dat komt nog van mijn voorvaderen, dus alles is dus met de hand gemaakt. En hier ga ik dus de bewerking opmaken die nadien zal dienst doen op het orgel. Alvorens ik er nu aan begin, heb ik natuurlijk het stuk muziek nodig dat door de klant gevraagd wordt. Meestal geven ze mij dus zo'n pianopartij, daar kun je niet veel mee doen. Ik moet dus zelf het arrangement maken, dit geeft mij alleen de melodie. Nu, ik ga dat stuk eerst goed bestuderen, want ik moet natuurlijk weten wat de mogelijkheden zijn op het orgel. Ik moet zien dat ik niet te hoog, niet te laag, ik moet de juiste toonaard bepalen. Ik moet de melodie goed bestuderen, want ik moet natuurlijk zien dat ik de juiste instrumenten gebruik. Als ik dat dan allemaal goed heb uitgedokterd, als ik dus weet wat ik ga doen, dan heb ik dus de klank van het orgel in mijn oren en ik weet ongeveer dus waar ik mee ga beginnen. Metalen tempo strip, ook zelf gemaakt. En wat is nu een tempo strip? Wel, ik ga dat dus rond dat wiel vastleggen. Dat draait dan gezamenlijk mee met dus de trommel daar. En de tempo strip hebben we nodig om de tempo te bepalen van het stuk dat het orgel zal spelen. Dit dus is een tempo strip van een foxtrot. Dat is helemaal doorboord met gaatjes. Elk gaatje heeft een bepaalde afstand die altijd juist is. We hebben hier één maat verdeeld in allerlei andere dus afstanden. Dat wil dus zeggen, we hebben vierde noten, achtste noten. We hebben allerlei afstanden die dus in een maat van de muziek voortkomen. Kijk, we schroeven dat erop. Dat moet helemaal rond het wiel liggen. Moet juist. Die moet zich nu tijdens het noteren in één van die gaatjes bevinden. We hebben hier dus een volledige maat van hier tot daar. Dat is één maat overeenstemmende met het tempo van een foxtrot. Die maat is onderverdeeld in vier tijden. 1, 2, 3, 4, dat zijn vierde noten. Onderverdeeld in 8, dat is van hier tot daar, van hier tot daar, hier tot daar. Dat is een achtste noot. Hier hebben we de helft, dat is een zestiende noot. Weer de helft is 32e noot. Hier zijn de triolen. Dat van hier tot daar, één tijd, halve tijd. En zo verder, 16e noten, 32e noten, de triolen en zo verder tot we dus telkens een hele maat overlappen.